Oké, welkom iedereen. Hartstikke fijn dat u hierbij aanwezig bent bij deze online meeting die wij hebben georganiseerd. En eigenlijk hebben we het door corona het congres wat deze dag zou plaatsvinden moeten uitstellen, maar dat komt in mei 2022. Maar het eerste deel van het congres willen we vandaag doen en dat betekent dat we twee boeken presenteren, twee nieuwe boeken. En wij willen die kennis die we daarin hebben opgeschreven graag met u delen. Het eerste boek gaat over 15 jaar marktwerking in de zorg. Het tweede boek gaat over 50 jaar kostenreductie of kostenbesparingen en beheersing. We gaan in het eerste deel van vanmiddag het hebben over 15 jaar marktwerking. En deze kennis gaan we met u delen en dat is eigenlijk best een mooi moment zo vlak voor Rutte 4 en een op handen zijnde regeerakkoord. Want de zorg is erg belangrijk in Nederland. Ik zal eerst een aantal mensen aan u voorstellen die hier aan tafel zitten en daarna loop ik even kort met u het programma door. Ik begin ter rechterhand met Simone van Dulmen. Simone is senior onderzoeker bij IQ Healthcare aan het Radboud UMC, plaatsvervangend programmaleider voor de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg. En Simone modereert het deel 2 van het webinar straks na drieën. Ikzelf ben Gert Westert, hoogleraar gezondheidszorgonderzoek aan het Radboud UMC en hoofd van de afdeling IQ Healthcare. Ik zal het eerste deel van deze bijeenkomst modereren. Verder aan tafel zitten een aantal mensen en we tutoyeren elkaar. Eerst dokter Ronnie van Diemen Steenvoorde. Sinds 1 juni 2020 is Ronnie directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorheen was ze inspecteur-generaal van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarvoor vervulde zij verschillende bestuursfuncties in de curatieve zorg. En Ronnie is begonnen als kinderarts aan het Antonius in Nieuwegein. Dan ga ik naar de overkant, naar Jozef Figueras. Jozef is directeur van de European Observatory on Health Systems and Policies. Naast voor de WHO en EU heeft Jozef als adviseur gewerkt voor verschillende landen, voor 40 zorgsystemen. Dus je bent een echte expert op het terrein van zorg en zorgvergelijkingen. Hij is hoogleraar aan de London School of Economics. En ook Jozef begon zijn loopbaan als arts, als praktiserend arts. Dan gaan we vervolgens door naar Jozefs alter ego, dokter Ewout van Ginneken. Die zien we achter in de zaal zitten. Jozef zal straks de tafel verlaten als er vragen gesteld worden. En dan zal Ewout het overnemen. Ewout heeft een coördinerende rol voor de European Observatory aan de universiteit in Berlijn, aan de Technische Universiteit in Berlijn. En hij is expert en adviseur bij het vergelijken van zorgsystemen. Dus straks zien we ook Ewout aan tafel verschijnen. Dan ga ik nu door naar de linkerzijde dokter Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit en IQ Healthcare. Tevens werkt hij als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En Patrick heeft ook een affiliatie met LSE, met de London School of Economics. Dat is de line-up voor vanmiddag waar ik zelf heel erg veel van verwacht. Dus ik denk dat we een heel mooi programma voor u hebben. En dat ziet u nu op de volgende slide. Het welkom hebben we nu eigenlijk gehad. Straks zal Patrick van het eerste boek een inleiding geven, ons meenemen over de inhoud van dat boek, The Market Reforms in Dutch Healthcare. En dan hebben we zo rond 2:30 een reactie van het ministerie en dat zal Ronnie doen. Daarna hebben we een internationale reactie van Jozef, ongeveer om 2:45. Dan is er interactie met u, thuis of op het werk of online aanwezig. Praktisch wil ik u nog even meegeven dat aan de rechterzijde van het scherm ziet u een zwart vlak. En op dat zwarte vlak kan u vragen invullen. U kan zelfs vragen liken. Wij zouden dat ontzettend waarderen als u met ons in dialoog gaat, want de vragen worden door Simone ter rechterzijde verzameld. En zo rond 1:50 of 2:50, 3 uur
gaan we die vragen aan de tafelgasten voorleggen en hopen we op iets van dialoog en dus ook contact met u thuis. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk Patrick ruimte geven om het boek toe te lichten in een minuutje of 20. Ja. Alsjeblieft. Oké, dankjewel Gert. En goedemiddag allemaal. En ik zal inderdaad het boek toelichten. En ik doe dat mede namens collega en co-auteur professor Hans Marsen. En uiteraard ook, je doet het meestal op het eind, maar dank aan de mensen van de European Observatory die dit hebben gepubliceerd. En het is vanaf nu ook op hun website te krijgen, maar dat het websiteadres dat volgt. We hebben eigenlijk een paar hoofdboodschappen die ik vooraf zal melden. Dat is één, dat er geen grote ongelukken zijn geweest. Twee, dat de betaalbaarheid van in ieder geval de curatieve zorg goed is. Zelfs sterk is verbeterd. Maar drie, er zijn ook her en der meer verschillen ontstaan. Oplopende premies bijvoorbeeld tussen mensen. Iets meer wachtlijsten. En we kunnen weinig effecten, althans sterk positieve effecten op kwaliteit meten als gevolg van deze gereguleerde marktwerking. En ja, ook de administratieve lasten, de omvang daarvan baart wel enige zorg. Dus ik zal mijn presentatie ook eindigen met de boodschap dat er toch wel een soort keuzemoment aan zit te komen. Wat wij hebben geprobeerd, of wat eigenlijk de legitimiteit van dit project was, is dat mensen eigenlijk internationaal vaak over de Nederlandse situatie zeggen, dat gaat toch best goed in Nederland? Het gaat niet zo best, gaat eigenlijk wel heel goed. Dat ziet u op deze slide. Ziet eigenlijk altijd dat Nederland in heel veel van die internationale vergelijkingen goed scoort. Zeker op toegang van zorg, maar ook op kwaliteitsindicatoren. En dergelijke. Verleden jaar is er nog een invloedrijke Amerikaanse hoogleraar langs geweest, Ezekiel Emanuel. Die heeft een boek geschreven, Which Country Has the Best Healthcare System? Kwalitatief. En ook daar kwam het Nederlandse systeem goed uit. En dan de vraag is eigenlijk, hoor je toch eigenlijk steeds, maar kan dat wel? En hoe zit dat dan met die gereguleerde marktwerking? En werkt dat er wel? En dat is eigenlijk de reden waarom wij deze analyse hebben geschreven. Want het Nederlandse systeem, dames en heren, is eigenlijk bij uitstek iets wat we een blueprint noemen. Er is een theorie. Die theorie is ook uitgebreid beschreven in de literatuur door mensen als Allen Endhoven, later ook Wieland van der Ven en dergelijke. En die theorie die stelt dat je kan eigenlijk met een soort pseudomarkt doelmatigheid en solidariteit regelen. En dat is eigenlijk nergens ter wereld is dat zo duidelijk geprobeerd als in Nederland. En daarom zijn we eigenlijk ook een hele interessante casus. Niet dat we niet onze eigen historie hebben, dat staat ook op deze slide. Bijvoorbeeld de sterke eerste lijn, is alleen maar sterker geworden. Ook dwars door de marktwerking heen. Sterke derde lijn, focus op risicosolidariteit. De polder draait natuurlijk gewoon door. Uiteraard zijn dat soort dingen, maar toch hebben we een systeem met elkaar gemaakt wat redelijk ideaal, typisch is als je het van gezondheidseconomisch perspectief zou bekijken. Dus we hebben hervormd middels een blauwdruk. En een groot deel van die theoretische uitgangspunten die hier ook op de slide staan, dus zaken als acceptatieplicht voor verzekeraars, het verbod op premiedifferentiatie, competitie, risicoverevening uiteraard, transparantie, zijn eigenlijk toch wel leidraden van beleid geweest al heel lang en ook wel in hoge mate gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er ook nog wel een aantal disputen die ook gewoon eigenlijk blijven. En die staan hier rechts op de slide. He, dus er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, eigenlijk heb je in zo'n gereguleerd marktwerkensysteem geen budget nodig. Want als iedereen zijn werk goed doet, ja, dan komt daar toch iets doelmatigs uit. En dat moet je dan maar soort van accepteren. Nou ja, dat hebben we natuurlijk niet gezien. Hè? Dus er is nog steeds een budget. Er is eigenlijk ook altijd wel een budget geweest. Dus er zijn wel dat soort zaken waarvan je zou kunnen zeggen van ja, past dat er helemaal in? Of daar is in ieder geval discussie over. Hetzelfde punt is bijvoorbeeld de winst in de zorg. Hè? Dus mensen in het buitenland die denken eigenlijk altijd marktwerking in Nederland. Nou, daar wordt heel veel winst gemaakt. En hebben dan niet bijvoorbeeld door dat verboden is.
Maar dat is natuurlijk ook een iets van een dispuut. Hè? Vrije artsenkeuze weet u natuurlijk ook allemaal. Aan de ene kant selectieve inkoop, aan de andere kant vrije artsenkeuze. Nou, er zijn uiteraard ook zaken die, waar toch nog wel veel debat over gaat. Zeker ook bijvoorbeeld over de rol van de verzekeraars. Nou, toch concluderen wij dat eigenlijk 15 jaar marktwerking overal veel goede dingen heeft opgeleverd. En die ga ik niet eigenlijk allemaal doornemen, want ik heb eigenlijk al een aantal zaken gezegd. Hè. Dus vooral de betaalbaarheid is echt wel heel veel beter. Er is meer keuze, er zijn ook meer nieuwe aanbieders gekomen. Daar kan je overigens ook verschillend over denken of je dat wenselijk vindt. Maar er zijn zeker ook wel een aantal schaduwkanten. Zoals bijvoorbeeld die administratieve lasten. Maar neemt u het rustig door. Ik wil graag een aantal lessen met u doornemen. Of een aantal highlights of een aantal zaken uit dat boek naar voren halen. Eén is de lage uitgravengroei. En die ziet u in Nederland staan tussen een aantal ons omringende landen. En waar die uitgavengroei eigenlijk tussen 2000 en 2010 nog tot de hoogste van Europa, misschien wel tot de hoogste van de wereld behoorde, is dat eigenlijk vanaf 2012 radicaal omgeslagen. Dat eigenlijk een systeem wat duidelijk minder hard groeit dan de ons omringende landen. En dat komt eigenlijk voor 90-95%. Op het konto van de curatieve zorg. Dat gaat samen eigenlijk met het laten toenemen van de risicodragendheid van verzekeraars. Fors laten toenemen van de risicodragendheid van verzekeraars in 2012. En daar zien we dus echt wel een belangrijk breukvlak. Nou, dat leidt dus ook tot allerlei zaken op de overheidsbegroting. Dat is les 2. En kijkt u goed naar de rode pijl. Tot 2012 was het eigenlijk gebruikelijk miljarden overschrijdingen in de zorg, elk jaar weer. En eigenlijk vanaf 2012 zien we dat omgeslagen is in een soort structurele onderschrijding. En zelfs in de laatste begroting van VWS, als u daar naar gaat kijken, dan kunt u weer een onderschrijding in een COVID-jaar van, ik geloof uit mijn hoofd, misschien weet Ronnie het beter, 600 miljoen terugvinden. Dan is natuurlijk de vraag, waar zitten die onderscheidingen dan? He, dus die onderscheidingen zitten, zit u rechts. Die onderscheidingen zitten niet zozeer in de ziekenhuissector, maar die zitten eigenlijk in alle andere sectoren. Dus vooral in de geneesmiddelen en dan vooral de openbare apotheken, die hier overigens niet op deze slide staan, maar ook in de GGZ, de thuiszorg en ook de eerste lijn. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk, omdat met een beleid van zorg op de juiste plek, je dat misschien niet de sectoren zouden zijn waar je op het eerste oog zou verwachten dat juist daar die onderscheidingen zich voordoen. Maar goed, die uitgavenkant ziet er dus heel goed uit. Te meer als je bijvoorbeeld bij les 3 op deze slide kijkt, dat de afgelopen 15 jaar ook de reserveposities, niet alleen van de verzekeraars onder druk van de toezichthouders, maar zeker ook van de zorginstellingen onder druk van de banken, fors zijn opgelopen. En dat ziet u hier op het rechter plaatje. Dan ziet u eigenlijk dat een gemiddeld ziekenhuis tegenwoordig toch een solvabiliteit heeft van 25%. Ik loop natuurlijk al wat mee, maar ik heb nog de tijd meegemaakt dat er discussies waren of het nou 5 of 8% moest zijn. En nu is het eigenlijk toch veel hoger. Wat we wel tegelijkertijd zien, een van de gevolgen van het systeem is, en dat zien we eigenlijk breed, dat ook de verschillen toenemen. De verschillen, dus er zijn meer rijke ziekenhuizen en er zijn meer arme ziekenhuizen. En we zien ook links dat de investeringen van ziekenhuizen ook aan het dalen zijn. En uiteraard kan je niet steeds dalende investeringen hebben. Dat gaat een keer mis, want dat zijn natuurlijk investeringen in de toekomst. Nou, les 4. Ik zei het al, toegang is nog steeds in Nederland heel goed. Er staan heel veel getallen over in ons boek, hoort bij de beste in de wereld. Hebben eigenlijk ook nog weer veel meer keuze gekregen, onder andere door een hele snelle groei van het aantal ZBC's.
vanaf de start van die marktwerking. Dat ziet u links. Maar tegelijkertijd zien we ook al voor COVID, ook weer vooral in een aantal sectoren, ik noem weer de GGZ, zien we een toch wel wat oploop van de wachttijden. Dat is toch niks schrikbarends. Maar het is ook wel eens weer eens wat beter geweest. Nou, dan gaan we naar les 5. Zien we weer toenemende verschillen. We zien ook een groep verzekerden die toch wel behoorlijk groot is geworden. 10-15% van de Nederlanders. Die eigenlijk kiest voor een minder goede verzekering. En dat wil zeggen dat de mensen minder vaak een aanvullende verzekering nemen. Dat ze veel vaker een budgetpolis nemen. Dat is eigenlijk vertienvoudigd, vervijftienvoudigd blijkbaar in de afgelopen 10 jaar. En dat ze ook steeds vaker een maximaal vrijwillig eigen risico nemen. Nou, daar kan je ook natuurlijk verschillend over kijken, maar dat betekent in ieder geval dat er meer mensen goed verzekerd zijn en dat er ook een toenemende groep is die net wat minder goed verzekerd is. Nou, dan de regeldruk. Toch wel één misschien wel van de belangrijkere schaduwzijden. Eigenlijk in veel van het internationaal vergelijkende onderzoek waar we aan hebben meegewerkt, dan zie je toch eigenlijk dat Nederland het daar niet per se goed doet. En we zien hier een slide links van de Amerikaanse Commonwealth Fund. Die dat enquêteren elke 3 jaar onder huisartsen. En dan zien we eigenlijk dat de Nederlandse huisartsen het meest aangeven dat ze hier last van hebben. Recentelijk ook nog een proefschrift over verschenen waar daar getallen aan zijn gehangen. Dan zie je toch ook wel hele grote aantallen, 25 uur per week zelfs. En we zien het ook eigenlijk aan de ziekenhuiskant. Als je dat rijtje hier ziet, dan Verenigde Staten nog complexer, nog meer fragmentering. Maar ook het Nederlandse systeem doet het daar niet per se heel goed. 7e en laatste les. Er zijn natuurlijk nog meer lessen in het boek, maar ik pak hier een aantal uit. En het overall verhaal is natuurlijk toch heel positief, zeker op die betaalbaarheid. Maar er zijn zeker wel een aantal punten. Dit is er ook één van. Er is een soort disbalans in vertrouwen. Burgers vertrouwen professionals meer dan ze dat zorgverzekeraars doen. Hè. Zorgverzekeraars zijn hier de onderste lijn, de 30%. En die gap die vertegenwoordigt natuurlijk heel veel. Die vertegenwoordigt macht, die vertegenwoordigt asymmetrie. En die wordt niet per se dichtgeplamuurd, zou je kunnen zeggen, met steeds meer transparantie. Ook al wordt dat soms wel geprobeerd. En dan krijg je natuurlijk heel veel indicatoren, maar dan wordt deze trend niet per se kleiner. Laatste punt. Het idee is natuurlijk dat zorgverzekeraars geld van A naar B brengen. Hè? Dus in feite geld weghalen, zou je kunnen zeggen, bij slecht presterende instellingen en dat geven aan goed presterende instellingen. Dat is heel moeilijk te meten. Maar we hebben een poging gedaan door te kijken naar de stabiliteit in wisselingen van marktaandelen op instellingsniveau. Dat ziet u hier. En dan ziet u bijvoorbeeld, dat zijn de bovenste lijnen, dat bij in de WMO, dus bij zorgverzekering of bij gemeente, veel meer gebeurt dan in de donkere blauwe lijn, wat hier de ziekenhuizen zijn. 2015 moet u niet meer kijken, dat heeft te maken met de hervorming. Maar dan zien we eigenlijk toch dat beperkt blijft tot 2-3% per jaar. Nou, en dan om af te ronden, zitten we dus in een systeem, denk ik, wat het goed doet qua betaalbaarheid. Maar dat is natuurlijk nog anders dan te zeggen, van blijft dat het ook goed doen? En dat is eigenlijk misschien een zeker zo belangrijke vraag. En Gert zei het ook al, zo vlak voor een nieuw kabinet is het altijd wel even goed om naar een aantal getallen daarover te kijken. En dit zijn hier, wat u hier ziet, zijn ramingen van het Centraal Planbureau. En u ziet hier dat het Centraal Planbureau vlak voor de start van Rutte 3 in de zogenaamde middellange termijnraming uitkwam op 3,5% groei voor de zorgverzekeringswet. En dat was ongeveer evenveel als de totale groei in de zorg. En dat ze op dit moment uitkomen op 2,4. Nou, dat heeft te maken met hoe zo'n raming is opgebouwd. En deels weegt het verleden daar behoorlijk in mee. Dus dat betekent eigenlijk dat de sterke krimp de lagere groei van de zorg in de afgelopen paar jaar, dat nu ook hierin is verwerkt. En dat betekent dus in feite dat daalt naar 2,4%.
daar, of dat getal wordt dan uiteraard vervolgens onderhandeld of dat meer of minder moet worden. Maar u ziet het al, het is toch, hè, het is toch echt iets. Aan de ene kant ziet u van, nou, die zorgkosten die zijn heel goed onder controle. Of we dat pad kunnen blijven volgen is nog een heel ander verhaal. En ik denk zelf, en daar zijn ook een aantal rapporten over uitgebracht, onlangs nog door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die zegt, ja, u moet ook kiezen. U komt er niet alleen maar met meer doelmatigheid, is ook belangrijk, kan ook wel, maar u moet ook kiezen. En u moet ook eigenlijk zorgen dat er betere instituties komen voor die keuzes. He, dus, en daarmee reflecteert men aan bijvoorbeeld het zorgpakket of de manier waarop de begroting wordt opgebouwd. Maar er moet beter gekozen worden. Dat is overigens iets wat wij zelf ook al een aantal jaren geleden hebben gezegd in een boek ook over deze problematiek. En daarvan, toen hebben wij ook gezegd van ja, als je impliciet moet kiezen, dus als het systeem hetzelfde blijft, dan is het eigenlijk heel goed dat de professionals dat doen in een stabiele context. Maar als de context heel erg wisselt door bijvoorbeeld nieuwe technologieën en digitalisering en meer belang van leefstijl en personal medicine, ja, dan gaat dus ook die context schuiven. En dan moeten die keuzes eigenlijk explicieter worden gemaakt en dan komt dus het onderwerp rigide bij. En ik denk zelf dat wij dat we eigenlijk op dat punt zijn aanbeland. En dan ga ik over naar mijn laatste slide. Want dan is het, en dat is natuurlijk een beetje buiten het boek. Maar ja, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Ik heb het dan zelf graag over het Bermuda-driehoek van de zorg. En ja, daar staan eigenlijk drie punten in die Bermuda-driehoek. Dat is natuurlijk meestal in een driehoek. 1, die hoge administratieve lasten, indirecte kosten. Zou het echt goed zijn om daar nog meer naar te kijken en ook naar de determinanten daarvan te kijken. Zoals fragmentering, zoals bijvoorbeeld onvoldoende standaardisering in ICT-systemen, et cetera. Tweede punt, ook daaraan gerelateerd, de multimobiliteit / multiproblematiek. We zien toch dat heel veel geld gaat, de gemiddelde patiënt die veel kost, die is een jaar of 70, die heeft 3 chronische ziektes. Daardoor hogere kans op complicaties als hij een keer in het ziekenhuis komt. Ja, en het systeem is toch eigenlijk voor een groot deel ingericht op single disease. Dat is overigens niet een typisch Nederlands probleem. Dat is eigenlijk overal is dat een probleem. En het derde punt is de topspecialistische zorg. We hebben in Nederland toch een hele brede, ook goed presterende. Nederlandse onderzoekers zijn vaak top in de wereld, nummer 3, nummer 4. Derde lijns zorg. Maar hij is wel relatief groot. En ook hier zit de discussie achter over dure geneesmiddelen en dure infrastructuur. Nou, als we dan verder kijken, wat zien we dan gebeuren? Nou, er is een agenda die heet Triple Aim, tegenwoordig Quadruple Aim. En dat gaat over gepast gebruik, over preventie, over betere kwaliteit die leidt tot lagere kosten. Kortom, over zinnige zorg. Daar zijn heel veel boeken over. Je ziet hier een aantal bekenden die erbij staan. Ja, mijn stelling is toch dat op dit moment nog onvoldoende die blauwe driehoek raakt. Omdat het toch te veel gaat over gestandardiseerde zorgpaden, zou je kunnen zeggen. En dan rechts, hè, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het pad van het beleid. Rechts, het pad van de zorginstelling. Rode driehoek. Daarin wederom boeken die gaan over Michael Porter, Value-Based Healthcare, Lean Thinking. Gaat ook over standaardisatie, gaat ook over electieve zorg, gaat ook over dingen beter doen. Gaat ook over disruptieve innovaties. Je ziet daar Clayton Christensen met zijn boek in het midden staan. Raakt de driehoek wel enigszins, hè, met hun facilitated network, hè, dus de netwerkbenadering en ook met de benadering van topzorg als solution shop. Maar ook daar zit wel afstand. En mijn afrondende opmerking zou eigenlijk zijn dat het heel goed zou zijn als we dus in de doorontwikkeling van die gereguleerde marktwerking, hè, die zeker nog niet uitontwikkeld is, ook heel erg naar deze zorginhoudelijke punten kijken. En dan ziet u heel bewust in het midden van die blauwe driehoek bekend boek van Friedson staan over de rol van professionals. Dat gaat dus niet zonder het betrekken van die professionals. Want
als wij de intrinsieke motivatie van de professionals aantasten met een teveel aan systematische hervormingen, ja, dan komen we verder van huis en dan komen we niet dichter bij ons doel. En daarmee zou ik het willen beëindigen. Dankjewel, Patrick. Keurig binnen de tijd gebleven, heel goed. Een helder betoog. Zegt. En als ik je goed begrijp, wil je ons niet alleen laten delen in een nieuw boek, maar ons ook aanzetten om onder de kerstboom nog een heleboel andere boeken te lezen, zoals op je laatste slide blijkt. Ja. Zoals ik al zei, we hebben nog 5 minuutjes over en ik benut dat moment even om te kijken of online vragen zijn binnengekomen die interessant zijn voor Patrick en om even in te brengen. Simona, heb jij een vraag voor Patrick? Jazeker, er zijn een aantal vragen in de chat gekomen. Een hele prangende vraag die heel veel mensen graag, waar we heel veel mensen graag wat over willen horen, is hoe kijk je aan tegen de mogelijkheden of de onmogelijkheden van substitutie en preventie in ons huidige stelsel? Hè? Waar liggen de beperkingen en waar zie je ook kansen? Ja, in theorie zijn natuurlijk, hè, dus in het systeem zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Hè, dus er kan heel veel. Er is heel veel liberalisering, er is heel veel vrije prijzen. Er zijn heel veel mogelijkheden om bijvoorbeeld betaaltitels te creëren. Er zijn heel veel mogelijkheden om te contracteren, maar dat is allemaal theorie. In de praktijk denk ik dat je wel ziet dat in de hoofden van mensen heel veel barrières zitten. Omdat het gewoon heel veel werk is en heel veel inspanning kost om die route te lopen. Die op zich wel, hè, die op zich zou kunnen lopen, maar waar je van zegt van, nou ja, daar hebben mensen een stevige zet in de rug bij nodig. Hè, dus ik heb zelf bijvoorbeeld wel eens gedacht van, ja, mensen zoeken moeten, worden eigenlijk gedwongen heel erg het eigen wiel uit te vinden. En misschien moet dat ook wel, maar het zou ook wel handig zijn als die wielen iets meer worden voorgeboetseerd, zodat ze wat makkelijker kunnen doorrollen, zeg maar. En het niet allemaal zelf hoeven te doen. En dus dat, ik denk dat dat wel een probleem is. En wie zou dat boetseren dan? Hè? Wie zou die wielen? Ja, nou, ik denk dat is het graag de professionals, maar ook zorgverzekeraars, ook toezichthouders. Hè? Dus hoe als je zegt, ja, ik wil bijvoorbeeld een netwerk zorg A, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van, ja, hoe ga je dat dan doen? Dan moeten mensen eigenlijk meer aan de hand worden meegenomen. Dat klinkt wat. Maar ze moeten niet. Ik heb vanochtend in de trein nog met iemand zitten te spreken. Een arts en die is bezig met een polykliniek voor mensen met kanker, late effecten. Ja, dan beginnen alle discussies helemaal vooraf aan. Ja. Terwijl iedereen eigenlijk wel weet van, ja, dat moeten we eigenlijk doen. Ja. En dat, en iedereen moet datzelfde pad door. En het hangt dan toch wel heel erg af van je eigen. Natuurlijk van je casus, maar van je eigen doorzettingsvermogen, charisma en manieren om dat systeem als het ware naar je hand te zetten, of het toch gaat lukken. Ja, dankjewel. Nou, zei je al, je zat in de trein vanochtend, waarschijnlijk onderweg naar Den Haag. En we zitten hier in Den Haag en je weet ook dat een regeerakkoord op handen is. En nou doet zich de geweldige situatie voor Patrick dat je even mag aanschuiven bij het schrijven van het regeerakkoord. Maar je krijgt maar 2 zinnen. Wat zou je toevoegen? Ik heb mijn blauwe driehoek gepresteerd. Hè? Dus doe wat aan die Bermuda-driehoek. Zorg voor betere integrale zorg voor patiënten met multimorbiditeit. Zorg voor minder administratieve lasten. En maak keuzes in dat grote, brede landschap van die topzorg. En betrek daar ook professionals bij. Oké, dankjewel. Bedankt voor deze inleiding en eigenlijk het begin van de boekpresentatie. Ik wil je eigenlijk vragen om deze 2 boeken aan jou buurvrouw te geven, want we willen dit moment symbolisch gebruiken om beide boeken aan de DG van het ministerie aan te bieden. Fantastisch. Hartstikke mooi. The Market Reform in Dutch Healthcare. En de 50 jaar kostenbeheersing in de zorg. Dat ik dat ooit als een eenvoudig kinderarts nu mag krijgen, dat is toch wel heel mooi. Zeg Ronnie, het is altijd zo, als je boeken krijgt, dan moet je ze nog lezen. Maar gelukkig, jij werkt op het ministerie en er zijn er ook al concepten gedeeld en gewisseld. Waarschijnlijk, ik weet dat eigenlijk niet precies. Maar ik kan me zo voorstellen dat je eigenlijk best wel een reactie zou hebben op dat wat Patrick heeft verteld. En mag ik jou daar zo'n 10, 15 minuten voor geven om daar eens even op in te gaan? Ja, het is al prachtig om naar Patrick te luisteren. En vooral dat jullie het ook geschreven hebben. En als ik ook weer luister, denk ik dat is wat je doet, is de geleerde lessen.
Dus we hebben iets met elkaar omarmd en gezegd, op deze manier gaan we de gezondheidszorg een invulling geven. En dan is de vraag, en waartoe heeft het geleid? We hebben ooit met elkaar gezegd, het zou een meerwaarde hebben. Eén voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit. En ik hoor je aan het begin al zeggen, er zijn geen grote ongelukken gebeurd. Dat zou op zich, kun je zeggen, nou ja, is dat dan het resultaat? Als je zoiets indrukwekkends gaat veranderen en dat uiteindelijk de vraag is. Maar vervolgens ga je ook echt in over de vele goede dingen die je met elkaar wel kan realiseren. En vervolgens in een context van 15 jaar waarin steeds ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. En ik denk dat dat is wat ik in jouw verhaal ook hoor. Dat wat we toen met elkaar bedachten over dit verhaal, over hoe we het anders konden inrichten, wat marktwerking zou betekenen en wat dat voor de kwaliteit van zorg zou kunnen betekenen, dat we uiteindelijk dat doen in een samenleving die continu verandert. En het lijkt alsof we dat niet altijd meewegen in dat wat er dan nodig is om die gezondheidszorg weer door te ontwikkelen. En wat jij prachtig laat zien, en waarschijnlijk natuurlijk in alle toonaarden in dat boek ook over de geleerde lessen, dat je die context steeds moet meewegen. En moet kijken wat er dan nodig is om weer verder te komen. Toen ik nog kinderarts werd was en in die tijd deze ontwikkeling plaatsvond, ja, toen werden de cretologieën gebracht als zorgconsument en concurrentie. En voor mij was dat echt dat we dachten, waar hebben ze het in godsnaam over? We hebben het toch over patiënten. We hebben het over een samenleving. We hebben het over daar waar je goede zorg wil verlenen. En dat lag dus ver af. En dat past ook wel in jouw driehoeksverhaal. Dat er een verhaal is van professionals. En hoe zij de wereld willen verbeteren. En de zorg continu willen verbeteren. En aan de andere kant het systeem. Wat zich vult met een andere taal en ook een andere manier waarop uiteindelijk dat gestroomlijnde verhaal van die marktwerking tot stand moet worden gebracht. En ik denk dat dat continu de uitdaging is en waar het ook schuurt als je elkaars taal niet spreekt en elkaar onvoldoende vindt. En dat vind ik mooi ook nu in jouw geleerde lessen weer terugkomen. Daar gaat het over. In een tijd waarin we nu leven, en ja, dat is een samenleving die ook wel op drift is. We hebben een grootse verandering die de afgelopen jaren steeds zichtbaar wordt. Een verhaal tussen verschillen tussen arm en rijk. Hoog opgeleid, laag opgeleid. En nu COVID, die als een soort koekoeksjong, als één ziekte, heeft laten zien wat er gebeurt in een gezondheidszorg die het heel goed deed, doet, maar heel veel samenwerking heeft gevraagd om deze ziekte ook te lijf te kunnen gaan. En dat we ook in deze tijd met dit systeem de COVID-zorg hebben aangepakt. Waarin je de elementen van onze cultuur, en dat noem ik een van die contextfactoren, die zo ongelooflijk belangrijk is die wij in Nederland hebben. Je doet het samen. En je komt er altijd uit. En dat heb ik ook nu weer in deze afgelopen jaren ontzettend sterk gezien. Dat het systeem is de basis. En tegelijkertijd als er in de rafelranden of in het systeem dingen even aangepast moeten worden, omdat je nou eenmaal in een nieuwe situatie zit, dan doen we dat ook met elkaar. Dus in die context hebben jullie dus een prachtig boek geschreven. En ja, dat zou je iedereen, niet alleen de studenten die weer dokter worden of verpleegkundige worden, maar juist iedereen de essentie van dit verhaal willen meegeven. Ik heb dit als kinderarts nooit tot me genomen. En eigenlijk maakt dat als professional dat je altijd een beetje anders naar dit verhaal kijkt. En hoe kun je nou zorgen dat we dit met elkaar verbinden? Dat mensen begrijpen wat de essentie is van wat we met elkaar doen. En wat daarmee ook de mogelijkheden in de ontwikkeling van de zorg ook mogelijk maakt in plaats van blokkeert. Je geeft ook aan, en dat is voor mij altijd een essentieel begrip geweest, vertrouwen. Hoe geef je mensen vertrouwen als je met dat verhaal van die marktwerking toch ook van allerlei dingen hebt geïntroduceerd waarin mensen zich moeten verantwoorden? En ik denk dat dat iets is waar we met elkaar echt op dit moment op een kantelpunt zitten, waarin we zeggen, als we de toekomst willen vormen, dan zal er iets moeten gebeuren met dat vertrouwen en de essentie van hoe verantwoord je je. De neiging om steeds meer te verantwoorden, je noemde transparantie ook, en dat we denken met transparantie dat dat meer vertrouwen geeft en dat we daarmee meer openheid. Ja, ik zeg altijd, vertrouwen en openheid zijn waarden.
En transparantie is een manier waarop je uiteindelijk in cijfers en taal een verantwoording geeft over wat je gedaan hebt. Maar wat niet gaat over de essentie van uitstekende gezondheidszorg. Dat element in de ontwikkeling van marktwerking zit in het thema wat we met elkaar voor de toekomst nodig hebben. En ik zie twee elementen die je ook in geleerde lessen naar voren brengt, waarvan ik denk in de ontwikkeling waarin we nu in deze samenleving zitten, waarin je praat over houdbaarheid, over een toekomst vormen, dat we aan de ene kant het verhaal van solidariteit ongelooflijk essentieel is in een samenleving, zoals ik hem zeg, die op drift is, waarin allerlei elementen spelen, dan is die solidariteit van ons systeem essentieel. Zonder dat we met elkaar er echt verantwoordelijkheid voor nemen voor 17 miljoen Nederlanders dat ze goede zorg krijgen. Of jij het bent, of ik het ben, of een ander. Iedereen krijgt goede zorg. Dat behouden, ook naar de ontwikkeling van ons model en de toekomst, is essentieel. En dat kan, want dat benoem jij ook in je lessen. En de tweede die ik heel belangrijk vind, en dat heb ik de afgelopen jaren in de COVID-tijd weer sterker gezien, maar dat is er ook continu, en jij noemt het ook als een geleerde les, dat samenwerken. Als nou iets kenmerkend is in Nederland, is de samenwerking die we altijd op allerlei terreinen met elkaar zoeken. En dan is natuurlijk de vraag, en dat vind ik best een puzzel nu ik ook in deze functie zit, of ooit als kinderarts of toen als inspecteur-generaal, van hoe breng je die regie in vanuit een verhaal van de regulering aan de ene kant, de private organisaties die de zorg een invulling geven. En wat is dan de wijze waarop we uiteindelijk regie nemen, sturing vragen, om uiteindelijk die gezondheidszorg in een volgende fase te brengen? En ik vind dat de uitdaging die in ons verhaal zit. Dus niet of het de marktwerking is van dat moet maar overboord, wat vaak het zwart-wit denken is. Maar juist, nee, we hebben met elkaar dit verhaal. De geleerde lessen laten zien wat we allemaal kunnen. Er is ook nog volop aandacht nodig voor uiteindelijk de kwaliteit. Kunnen we nou inzicht hebben in die kwaliteit, zonder dat we dat in 100.000 indicatoren vertalen, maar juist wat is dan kwaliteit die wij vanuit het solidariteitsverhaal willen waarborgen? Dat is de essentie om ook jouw driehoek uiteindelijk te vertalen. Want als het gaat over die driehoek, die ik ontzettend mooi vind, hoe je hem hebt geformuleerd, in de eenvoud ook, dan zeg je, ja, die burden, die administratieve last. Ja, dat vind ik een teken van dat we met elkaar doorschieten door heel veel verantwoording te vragen. Aan de ene kant een hele waardevolle route om uitkomsten van zorg zichtbaar te maken. Hoe kunnen we kwaliteit ook werkelijk invullen? Aan de andere kant ook de verantwoording. En heeft u wel gedaan wat u heeft afgesproken met deze patiënt of in de praktijk een ziekenhuis die uiteindelijk, of een huisarts die moet laten zien wat hij heeft gedaan. En daar schuurt het. En dat moeten we de komende jaren ook echt aanpakken. Want dat maakt met minder mensen meer doen. En dat is natuurlijk ook de toekomst. De ontgroening aan de ene kant en de vergrijzing aan de andere kant. Ja, dat is bijna exponentieel verhoudt het zich tot elkaar. Zoals we nu met COVID meemaken. Dat we eigenlijk in ons hoofd niet eens kunnen begrijpen wat exponentiële groei is. Maar dat gaat de komende jaren gebeuren. Ontgroening aan de ene kant en vergrijzing aan de andere kant. Dus hoe gaan we dat dan in onze ontwikkeling doormaken? Dat we zeggen, oké, maar dat vraagt een grote transformatie met digitalisering. Juiste zorg op de juiste plek. Wat helpt dan lokaal om goede zorg te blijven verlenen? En dat doe je samen met niet alleen die gezondheidszorg, maar juist die verbinding met het sociaal domein, met anderen. Hoe voorkom je de medicalisering die steeds verder optreedt? En die we ook door het introductie van een zorgconsument ook nog hebben versterkt. En hoe kun je demedicaliseren? Nou, dat zijn vraagstukken die ook bij het lezen van jouw boek weer sterk bij mij naar voren komen. Dat ik denk, oké, de dynamiek is dat we met elkaar dit systeem hebben. Met ingewikkeldheden, mogelijkheden. En vooral dat als we dingen willen aanpassen, dat we het in de rafelranden doen. Maar ons richten op die inhoud van die zorg. Ja. En dan het verhaal administratieve lasten. Het verhaal van die integrale zorg rondom mensen die niet één ziekte hebben. Nee, je bent een mens met een aandoening en soms meerdere. En je hebt daarin integraal de afweging. Wat kan ik voor deze mens betekenen? Dus de chronische aandoeningen in die lokale context. Wat bepaalt dan het welbevinden van mensen?
En jouw verhaal over die hoogspecialistische, en dat is natuurlijk heel uitdagend in Nederland, omdat we allemaal de beste zorg willen als het ons overkomt. En dan wil ik nog net deze bijzondere behandeling. En hoe we dat in de context van een samenleving waar je 17 miljoen mensen zorg wil blijven verlenen, ik denk dat daar nog de uitdaging het grootst zal zijn. Omdat we ons continu ontwikkelen en omdat we steeds beter worden en omdat er nog een nieuwe ontwikkeling bij komt, een nieuw geneesmiddel, wat net voor jou het bijzondere is. Nou, dat lijkt me alleen, en dat vind ik het mooie van het verhaal wat jullie weergeven, dat je die professionals daarin heel hard nodig hebt. Maar ook de bestuurders, maar ook de zorgverzekeraar, maar ook het Rijk, het departement, de minister, om die keuzes met elkaar te blijven maken. Houdbaarheid van de zorg, de rapporten die erover geschreven worden, we vertalen het heel mooi in, we zien dat het nodig is. Maar keuzes maken vraagt echt dat we met elkaar samen op blijven trekken. Ja, ja. En die keuzes die zijn moeilijk, die zijn intensief. Het vraagt ook, je noemde het op het eind, ja, toch ook wel een beetje rebelsheid. Rebellen die optreden en naar voren bewegen. Ja. Maar wij ook die samen zeggen, die keuzes gaan we maken. En dat vraagt ook echt iets van de politiek om de rug recht te houden. Om dit niet volgend jaar alleen, maar de 10 tot 15 jaar die we voor ons hebben om dit voor elkaar te krijgen, ja, te realiseren. Punt. Mooi. You covered a lot of ground, zou ik haast zeggen. Een vraag die ik nog aan je wil stellen is van, ik sprak een jaar of 5 geleden Hans Simons over de stelselwijziging. En ik vroeg hem van, wat vind jij nu van de ontwikkelingen zoals die gaan? En toen zei hij eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Patrick gevonden heeft in zijn boek, dat we op heel veel punten het goed doen. Maar hij vond wel een beetje dat de rol van de overheid wat verbleekt was. En wat is jouw visie daarop? Moet de overheid niet een wat stevige rol spelen? Ook nu we bijvoorbeeld in die coronacrisis zitten. Hoe zie je dat? Ja, ik denk dat de rol die in het private verhaal zit en de wijze waarop we dat met elkaar georganiseerd hebben, met de rol van de verzekeraar en dan dat wat wij vanuit het departement en de rol die de minister kan nemen, dat die staat onder druk. En in alle gesprekken die we nu hebben over de transformatie, zie je ook dat iedereen zegt, VWS neemt meer regie. Ja. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk aan al die vergadertafels dat je ziet, ja, wel meer regie, maar vooral geen bemoeienis. Ja. En dat is volgens mij het dilemma wat in het hele verhaal zit. Ja. En je zult meer regie moeten nemen, willen we die veranderingen en die transformatie ook werkelijk kunnen realiseren. Ja. Dus ja, waar pas je dat op aan? Je moet niet denken dat je het lokaal echt kan transformeren. Nee, want dat moet je bij de professionals en de bestuurders daar laten. Maar meer regie, waarbij ook toch meer bemoeienis. Ja, oké, dankjewel. Voor onder de kerstboom 2 boeken. Ik wens je veel leesplezier en bedankt voor je reactie. We now turn to Joseph Figueras. I will do this in English. You can also speak in English. You understand Dutch, but I will ask you to... Well, actually, you commissioned the report, the book that is published today. And my main question is, how do you look at the results from the book from an international perspective? As I said in the intro, that you compared a lot of healthcare systems, so you're an expert on this. What do you think about the Dutch case? Thank you. Difficult question. You're welcome. Interesting answers. Well, first, thank you. Thank you for this opportunity to be in the birth of this baby. We were part of one of the midwives, of the many important midwives and the creators, the father and the mother, or the two fathers here, Hans Mars and Patrick Jurissen. So it's been fun, it's been interesting, it's been painful and difficult because it's a very difficult piece of work to do. It's since when we have the Decker? You remember the Decker report? You probably, yeah, some of you were not even born, you know. I was at university at that time. 87. You remember the Decker report, you know. So I think know, it was finally that happened. And now we are evaluating the ideas that came back, what, in 1987 or something? 87, yes. There you are. So congratulations for this work. We're really tremendously privileged to publish it with you and by you. I wanted to make indeed some remarks on your question. I wanted to say a little bit about the observatory, just a minute exactly of my 10 minutes, and then I wanted to focus on the international sort of lessons, as it were.
And where now? I wanted to do some reflections at the end about what do we do now? What do we do Monday morning? Monday morning is always the difficult day of the week. So I have the impression that all what's going to say has been said, and although my Dutch is not good enough, so I'm a bit nervous, also because I tend to agree with what I heard and what I read, although I think I misunderstood a fair amount. So my credibility goes down several points, because in this country you have to be critical to be really to make an impact. So I'm going to try to be critical just for the purpose, you know, role playing, otherwise no one will pay any attention on my points today. But I think it all's been said, and I'm going to agree with you. Let me say, just the Observer is a partnership. We are a partnership hosted by WHO with the European Commission and 12 member states all over the region, European Union, actually. And what we do, and that's why it's so exciting for me to be here today with the Director General, with the authors, with you, is we analyze evidence and we do what we call knowledge brokering. We try to learn from each other, understanding context. And one thing we learn in the Netherlands is three lessons: context, context, and context. Mm-hmm. And that's the main lesson that when we talk about the Netherlands, in other countries, we always say. So we are about knowledge brokering, we do monitoring, we do analysis, we do lots of dissemination. We have centers all over Europe. Our main centers are in Brussels, Berlin, London, and Copenhagen, but then we have centers in each member state that help us to monitor the health systems. So on the lessons, there are three aspects. The rationale. This is really very much welcome, Patrick, and you know I pushed you very much, you and Hans, to write that, and I'm extremely grateful. There's a lot of interest on that one. There's a lot of interest on this, because you are the only country, that has attempted to introduce managed, regulated competition. Mm-hmm. So all the others, Germany, Belgium, Austria, Colombia, the other side of the pond, have tried, but not in the same extent that you have done it. So for us, for my work, it's very important to have this baby in my hands. You addressed that thing that economists say it ought to work. It ought to work. Okay? So this is, you take harness market competition, and you get through choice, you get quality, you get access and solidarity, you are saying financial sustainability through efficiency improvements, not cost containment. So you argue that you can have the cake and eat it. And you attracted a lot of interest from the big brother, the big sister, the US, who actually you were, as you know, you were very, very popular. Every single reform from the Clinton reform times, mm-hmm. the Swiss and the Dutch, and you done much better, if I may, were the example, because they thought that, you know, you were real competition. You are the real thing, you know, and so on. In Eastern Europe, part of my life has been, and my colleague Ivoud, my alter ego is going to speak later, is going to member states to have policy dialogues, what we do with policymakers, asking us and taking Dutch experts, some proponents, some against it, how does managed competition work and how much can be used for them. Because this idea that you can have the government arm's length, that you can have competition and then everything else, is extremely attractive. So there is a gap in the evidence that this book comes, because there's lots of papers, but no book so far has tried to bring it together. So in that sense, well done there. So what do we say to when we go on the road on this area? And what we say, it's going to be very boring, I'm sorry, but it's preconditions. And this book shows it beautifully. I don't care whether you are market competition or not. You have to demonstrate to me. I remember once in Hungary, in Parliament, with the former Minister of Health of the Netherlands, very much a prominent proponent of the reforms, and myself and others, presenting actually to the Prime Minister there, because Hungary wanted to adopt your model. And I've never been against or in favor of your model, but I've been staunchly clear that they are preconditions. You were mentioning transparency, information systems, regulation, human resources, political capacity. I know it sounds boring, but these conditions are rarely. You guys have it, and we always say, we use the usual stereotypes, I apologize, about, you know, reforms under the sea level and the polder model, because you generally, this society, I'm a student of this society, has shown that you have a transparency ingrained in your DNA. You talk to each other. You only have to see your television programs and see how much
You know, if you compare yours with the Italians or the Spanish or others, you talk all the time, you know. Yeah. You share all the time, you criticize all the time. And that transparency may have been useful. I'll come back in a second how far has been the case. But one thing they learn, these other countries, is that this model doesn't need less, but more government. And perhaps, if I may, DG, one of the problems you have had is that you had lots of regulation, but not government, not the stewardship, not priorities behind it. You let the market go with lots of regulation to ensure transparency, to ensure there was not adverse selection, reselection, and so on and so forth. But that stewardship on where the system goes, perhaps, at some point was missing, at least some of what I learned here. So what are the lessons, quickly, to take my time in that direction? I think you have made it work to a large extent, but there are questions that has been said already I want to put on the table. And the book has addressed some of those. Your system is pretty good, actually. We're about to publish, and you put, although I disagree with some of these international rankings, as you know, we are in a small group here, right? A while ago, we had a meeting, and I was presenting my own rankings, and we had the others presenting their rankings. I wasn't invited to Parliament that afternoon, but the others were, because they are giving the Netherlands a very, very high ranking, which you deserve. In my systems, you are also the first one. But in that system that you were using is not always the one I would trust the most. Having said that, your numbers look pretty good. We are now presenting this country health profile. I'm launching it with the OECD and the European Commission next Monday, I think it is. And the numbers look pretty good. The question is, is it because of your insurance and market and provider competition? That's the question that the book is trying to address, and it does to some extent. I think, and this is said as well, some of the flexibility and innovation we've seen comes from that. I think that loosening came up with lots of innovation. I don't know, the book deals with it. I'd like to hear a bit more from the two authors here. Mm. I think there's been a lot. But you guys in this country, you're entrepreneurs. If you have a small opportunity, there's a lot of innovation. Did you need market competition for that? I'm not sure. Financial sustainability, how much, and you've been talking about that, I missed it a bit, but really looking at the book, how much of financial sustainability has been thanks to efficiency? Because to be financially sustainable, you can always cut. It's easy. Has it been because of efficiency improvements, and has it been because of the budget discussions, or has it been because of the competition? And that's what the book is trying to address, and I think you're not giving the competition the high administrative costs. This is the question. The number one question today is, are the efficiency improvements and the financial sustainability that we've seen in parts compensate with additional administrative costs? You have to put that in the same equation. Choice, what choice? Has the choice of users, consumers, between insurers explained different behavior of these insurers? Has there been enough shifting? At the beginning it was 18%. Yeah. But are they informed enough to do the right choices? Mm-hmm. And I think, again, you're saying yes and no, but mostly no. So it's insurance competition. What is that? Provider competition. Will you ever, you're close to hospitals, I believe I learned from you, will you ever cost a hospital because provider competition? What leverage do you have at the moment over a hospital, over a provider? None. Because we are working at maximum capacity. There's no leverage. In a market, you know, if you talk to economists, they'll tell you, you need a spare capacity to be able to exercise those elements. So the question to you, and I'm wrapping up, no worries, is it the huge results, or is it because better information systems, better payment, better incentives, more flexibility, more transparency, or has it been because insurers competing and providers competing? And we need to thresh that out, because the admin costs of doing that are enormous. Yeah. And this element we're discussing, DG, earlier, about the element of trust. And I think you mentioned it during your talk, but sorry I missed bits, but I love it, because the cost in terms of losing trust, of relying too much on market incentives, is enormous. And economists,
I'm an economist, by the way, my PhD is in economics, but I think we sometimes, or you sometimes, or whatever economist, miss that in the equation. Yeah. Trust has to be in the equation. And we don't measure trust. We have this artificial thing, we're discussing that, DG. We have this artificial thinking that with incentives, you can measure value base, you can measure everything, you know, Michael Porter. You cannot. You cannot today. Anyway, I'm concluding there. Where now? Where now? COVID. It's been said COVID. You had a question on COVID. We just finished a measure study on resilience, the 20 key strategies that explained more resilient health systems. We're the secretariat of this Monti Commission, Mario Monti. You were in the scientific board, Patrick, you know that. We invited former prime ministers and others to look at what worked during the crisis. First, I am sorry, and you said it already, market competition has not explained better resilience anywhere in the world. But this is not just about the communicable disease. COVID hasn't given us much surprises. We knew what COVID would. COVID is the canary in the mine. We had the financial crisis, we had the refugee crisis, we had the same problems. COVID is not just the virus, stupid. It's not the virus. The shocks are crossing borders, the financial, as much as viruses. So what did we learn? Governance and human resources. Governance and human resources. Yeah. Transparency, vertical coordination, horizontal coordination with other departments has been important. Communicating transparently has been important. And particularly human resources, how much we support them mentally, incentives, how much flexibility, how much space that we've given them. And what we saw, and in the Netherlands, we actually collected lots of examples from the Netherlands, you know, if I got that wrong, shout back, please, that actually hospitals providers forgot there was competition during COVID. And they talk to the community, they talk into integrated care, they talk to primary care, they talk between them without worrying about competing. Okay. So actually we saw the power, I'm practically there, the power of that. The second thing that's coming now, and I'm concluding, is aging and integrated care. That's my main worry here, frankly. You managed reducing costs of integrated care. Has that been thanks to competition or quality reductions and services? Can you really seriously, as we are moving to mostly multimorbidity, our study, my alter ego is going to talk about that, I hope. We've been looking at the multimorbidity. We need pathways, we need integration. How can you... We had a policy review studying that, and we didn't manage to produce it. We cannot see how competitive incentives can go together with integrating around a pathway of a multimorbid patient. It just doesn't work. Ultimately, the questions are, I'm finished. How much more sustainability and efficiency and quality we got to insurance competition versus single payer? This is your question. What is the value out of that? Number one. Number two, the second question is, ultimately, is politics. And I argued that with many policymakers. If there is a value on markets, so be it. It should be in the equation as well. We vote politicians because of their values. If entrepreneurship, which is so important in the Netherlands, has to be there per se, let's have it. Number three, ministry stewardship, government stewardship cannot lack, not only in terms of regulation, but in terms of direction. I think the first years, there was a lot of waste as providers and insurers learned the game to purchase. Finally, however, I'm not saying that the pendulum should go into the other direction altogether. Careful, don't be like the British that go backwards and forwards all the time. One thing I like about this country is that you're slow, you have all these checks and balances, but you're progressive. There's so much you have here. It's innovation that has happened. There's so much good systems. And it's a triangle that you both mentioned. This is there. It's transformation. It's not innovation. It's innovation in transformation. Take it easy. Don't go another pendulum backwards, if I may say something today. But just take it easy. See what you can. There's a lot. It's very, very good. Perhaps you want to lower competition in certain areas. Ultimately, what I can tell you, this is beautiful for us. Now I have evidence. It's not just value-based. Not, I don't have value-based. Now I have something to say what I used to say. And now, actually, I'm changing what I used to say much more thanks to the book. So thank you very much. I'm sorry I took... Thank you, Joseph. Thank you for being here and sharing this with us. Three or four lessons that we will take up and questions to study further, we will do that. But we will now turn to... the
the people who are sending in questions for 10 minutes. Simone, mag ik van jou een vraag? Ja. Van de deelnemers. Ja. Dankjewel. Nou, er zijn veel vragen gesteld. Eén vraag die vaak wordt geliked en die stel ik aan Patrick. Je vertelde in je verhaal best wat positieve punten over marktwerking. Maar waarom klagen heel veel zorgverleners en met name de sectoren, hè, rond de GGZ, de jeugdzorg, klagen die dan zoveel? En wat zou er moeten gebeuren om daar de problemen op te lossen? Ja, ik denk dat, dat is terecht, denk ik. Terechte vraag. Ik denk alleen dat als je het hebt over de GGZ en over de jeugdzorg, dan heb je het eigenlijk over de WMO. En de GGZ heeft denk ik het specifieke probleem dat ze in al die stelsels zitten. Dus in de ZVW, in de WLZ, in de WMO, in het gemeentelijk domein en ook nog in de public health. En dat maakt het natuurlijk allemaal steeds complexer. Hè? Dus wat ik heb gezegd is, Joseph zei denk ik terecht, cost containment is goed. Die cost containment is natuurlijk wel in bepaalde sectoren meer ingedaald dan in andere. En de GGZ en de jeugdzorg hebben daar niet bepaald achteraan in gestaan, om het zo maar te zeggen. Dus tot een weerstand is, dus denk ik begrijpelijk. Mm. Hè, dus het hele idee is kan je dus onder die cost containment een doelmatigheidsverbeterend programma of een transformatief programma leggen? Als dat niet lukt, heb je natuurlijk een heel groot probleem op termijn. He, want dan heb je alleen maar het uitkleedeffect, zal ik maar zeggen. Dan heb je geen daadwerkelijke verandering. Dus ik denk, ik herken het wel voor de GGZ. We hebben daar ook al dingen over gezegd. He, dat het daar moeilijker en ingewikkelder ligt. Jeugdzorg hebben we niet naar gekeken. Omdat, dat is niet een sector die onder de gereguleerde marktwerking valt. Maar daar lezen we natuurlijk wel heel veel over. Dus, Oké, dankjewel. Dan had ik een vraag voor Ewout. Ewout, jij bent Nederlander. Ja. En je doet veel werk in het internationale. Ja. Het lijkt me voor jou uitermate spannend om Nederland zo bezig te zien met managed competition. En wat is jouw beeld daarvan? Waarom is Nederland eigenlijk zo'n interessante studie, zo'n interessant geval? Nou, ik denk dat meerdere het al hebben aangesproken hier. Er zijn in Nederland 3 grote hervormingen geweest in de laatste 15 jaar. Maar ook als je op alle deelgebieden kijkt, of je nou kijkt naar het huisartsmodel of de risicoverevening of hoe we betalen onze eigen DBC's, de bonussystemen, ga zo maar door, initiatief en integrated care, er gebeurt altijd wel iets in Nederland. Ja. En we hebben een hele actieve research community, dus er is ook veel kennis al over die maatregelen. Daardoor, en bijna alle studies die we doen, is Nederland er wel bij. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die interessant zijn. Giuseppe heeft ook al eerder gezegd dat we veel onderweg zijn om te praten over het Nederlands model. Is het een optie in een ander land? Mm-hmm. En dan gaan we altijd uitleggen, maar let op de context. Het is een heel ingewikkeld model. Ik denk dat het model vooral laat zien hoe goed Nederland in staat is om een model te laten werken. Ik denk ook dat als Nederland een ander model had gekozen, hadden ze dat ook laten werken. Als je wel een bepaalde vrijheid uiteraard hebt. Ja. En natuurlijk een hele relevante vraag nu, als je dan naar die onderdelen kijkt, is de zorginkoop. Dat is toch het zwaartepunt en moeilijk vorm te geven. En dat zien we in andere landen natuurlijk ook. En dan zien we een interessante verschuiving in Nederland, die ik ook in andere landen begin te zien, waar natuurlijk ook heel veel landen interesse in hebben. Dat is namelijk de verschuiving van een soort top-down door de verzekeraar gedicteerde, of dat nou een ziekenfonds is of een single payer. Door een verzekeraar gedicteerde inkoop, waarvan we willen zoveel behandelingen dit, zoveel behandelingen zo, naar eentje, en dat laat het boek ook heel mooi zien, en daar sloot Patrick ook mee af, waar we veel meer kijken naar de professional zelf. Ja. En hun vraag, hoe wil je het gaan aanpakken? Met welke innovaties? Tegen welke prijs? Voor welke groep mensen? En ik denk dat dat een ontwikkeling is die heel belangrijk is en die ook voor heel veel interesse van andere landen zorgt. Ja, dankjewel. Ik zag overigens dat op de website van Observatory inmiddels de link is gepost met het rapport. Dus de luisteraars thuis kunnen die downloaden. Waarschijnlijk kunnen ze die in de chat ook vinden. Is ergens opgenomen.
Ik hoorde aan het eind van Joseph's reactie iets over multimobiliteit. Nou is dat een van de drie punten van Patrick's agenda. Hebben jullie daar al oplossingen bedacht waar wij weer wat aan hebben? Nou ja, we zijn als observatory betrokken bij verschillende internationale projecten waar we kijken naar geïntegreerde zorg specifiek voor mensen met multimobiliteit. Dat is inderdaad een probleem, een uitdaging die we in alle landen zien. Ja, er zijn heel veel ideeën. Ook in Nederland zijn er lokale ideeën. Voor frail elderly, dus de ouderen rond Utrecht, zijn een aantal initiatieven, om er maar één te noemen. We hebben in Duitsland de gezondig kindzichttaal, dat een hele vallei met patiënten behandelt en met geïntegreerde zorg. Nee, dit is de grote uitdaging waar ik denk wel van Nederland kan leren, maar Nederland ook zeker input kan geven. Landen, ja. Daar zijn we inderdaad ook mee bezig in het programma met de Observatory, om te laten zien hoe kun je dat soort nieuwe innovaties, nieuwe programma's implementeren. Dus we gaan veel meer op de implementatiekant kijken. Ja, ja. Voorheen vooral laten zien wat is er. En nu gaan we zeggen, proberen we te laten zien hoe komen we daar. Ja, oké, dankjewel. Simone, heb je nog een laatste vraag van de luisteraars? Ja, zeker. Dat is een vraag die ik eigenlijk aan Patrick wil stellen. En daarna wil vragen of jij vanuit wat meer internationaal perspectief erop wil reflecteren. Er worden een aantal vragen gesteld over toegankelijkheid. En wat meer specifiek over de impact van marktwerking of het stelsel op de sociale ongelijkheid. Je hebt in je presentatie iets gezegd over dat vooral jonge, hoogopgeleide mogelijk wat meer profiteren. Kun je iets meer toelichten van hebben burgers met een hogere sociaal-economische status nou echt meer baat bij dit huidige systeem dan anderen? En misschien dan de vraag aan jou van kun je wat vertellen over hoe andere stelsels of dat ook speelt en hoe Nederland daarin goed of al dan niet nog beter acteren. En voor het antwoord krijgen jullie beide 1 minuut. Ik zal hem in 2 splitsen. Ik denk dat als je desgevraagd aan mensen vraagt van heeft u problemen met toegang tot zorg, dan zeggen we in Nederland uitstekend. Bijna beter dan waar dan ook. Verschil tussen hoge en lage inkomens daarin ook heel, heel beperkt. Ook bijna beter dan waar ook. Dus dat zit eigenlijk wel goed. De vraag is waar het door komt. Ik denk dat veel van de huisarts komt. Dat de huisarts uiteindelijk een sterk nivellerende werking heeft door zijn verwijsgedrag. Hè? Want het gaat vooral om mensen in de tweede, hoe ze in de tweede lijn komen. Het punt wat wij adresseren is dat je ziet dat er zijn natuurlijk meer keuzemogelijkheden gegeven. Dus het gaat om een andere vorm van toegang. En je kan, kijk, als je 10 jaar geleden keek wat het premieverschil was tussen de duurste en de goedkoopste polis op de markt. En je kijkt wat het nu is. Nou, nu is het €500 bijna. Toen was het een heel stuk minder. Denk richting 200. De overheid compenseert natuurlijk het gemiddelde middels de vermalendijde toeslagregeling. Hè? Dus die zit ergens op het midden. En dan, als je dan vervolgens kijkt van ja, wie switcht er nou? Hè? En je weet dat er vooral geswitcht wordt op prijs. Dan kom je inderdaad bij die jonge hoogopgeleide uit. Hè? Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat, nou ja, dat een deel van die mensen toch enkele tientjes meer voordeel hebben gehad dan nou ja, zo. Oké, dank je. Dat is eigenlijk het bedoel. Ewout, vanuit internationale perspectief? Het is natuurlijk een probleem in bijna alle landen. We hebben data over unmet need. En die zie je per inkomen, kun je die ook bekijken. En bijna alle landen hebben dit probleem. Maar er zijn landen die dit bijna niet hebben. Dus het is wel interessant om daarnaar te kijken. Een landje waar je bijvoorbeeld weinig ziet, is bijvoorbeeld Estland. Nou, waar ligt dat dan aan? Okay. Ik denk de factoren die eronder liggen zijn, denk ik, te ingewikkeld om nu uitvoerig te gaan behandelen. Het heeft te maken met waar mensen wonen, dichtheid van providers, verzekeringssysteem. Dus context weer. Maar het is inderdaad niet een probleem wat we, wel eentje die heel belangrijk is, die we zeker nu moeten gaan oplossen. Omdat het verslechterd is onder COVID. Die daad hebben we ook. Oké, dankjewel. Ik ga dit deel van de webinar nu afsluiten. Wij pakken even 1 minuut om de tafel te herschikken. En dan gaan we direct door in deel 2. Dank u wel.
Welkom terug bij dit webinar. Ik wil voor het tweede deel de twee nieuwe tafelgasten voorstellen. En vervolgens ga ik hen een aantal vragen stellen over de boeken die zij hebben geschreven. Als eerste begin ik met professor Dr. Hans Maarsen. Hij is emeritus hoogleraar aan afdeling Health Policy Analysis van de Universiteit van Maastricht. En hij is mede-auteur van het boek. Aan de andere kant zit Karel-Peter Compagne. Hij is historicus en gespecialiseerd in onderzoek naar de ontwikkeling en van financiering en structurering van de gezondheidszorg. En Karel-Peter, jij hebt twee boeken geschreven over de kostenbeheersing in de zorg. En vandaag is eigenlijk het tweede deel van het boek verschenen en betreft de ontwikkelingen van 1995 tot 2020. Zou jij heel kort de drie belangrijkste lessen uit jouw boek met ons kunnen delen? De eerste les is dat een ingrijpende stelselwijziging zeker 30 jaar kost, vanaf het moment dat ideeën komen tot aan de uitwerking in wetgeving, debatten, de manier waarop je de tegenstellingen tussen de veldpartijen, de overheid, naar elkaar toe kan brengen. En dan op een gegeven moment is er een moment dat in het politiek debat, met acceptatie van het maatschappelijk veld, een stelselwijziging mogelijk is. We hebben in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw gekeken of dat met heel veel overheid kon. En heel veel overheidssturing. Dat liep radicaal fout. Daarna kwam het idee van hoe kunnen we die marktwerking, wat voor mij eigenlijk een aanpassing is van de verhoudingen tussen overheid en veldpartijen, de belangentegenstellingen, hoe kan je die tot elkaar brengen en daaruit komen tot een kostenbeheersingsbeleid, wat uiteindelijk leidt in de situatie waarin we in 2020 zaten, namelijk dat de economische groei en de groei van de kosten van zorg ongeveer naar elkaar toe buigen. Dan hebben we in 2006 de grote stelselwijziging gehad voor wat betreft de basisverzekering. En in 2015 de ontmanteling van het hele construct van langdurige zorg in de wet langdurige zorg en in de wet maatschappelijke ondersteuning. En die laatste, die grote verandering van 2015, had als oorzaak dat de financiering van die langdurige zorg niet meer beheersbaar leek, om een aantal redenen. Dus ga je kijken naar de lessen, oké, 30 jaar discussie, dan komt er een moment. En daarna ga je in de praktijk uitwerken in de verhouding tussen overheid, zorgaanbieders, verzekeraars, en liefst ook nog eens een keertje met de betalende verzekerden, om te kijken hoe je dat stelsel dan die verantwoordelijkheden vorm kunt geven. Ja, en op dat moment zitten we nu eigenlijk in de uitwerking, zeker voor wat betreft de cure, de zorg, de gewone geneeskundige zorg, op een moment dat je zegt van oké, dat stelsel staat inmiddels wel. Voor de langdurige zorg kan je zeggen, dat stelsel staat er nog niet, want daar hebben we nog een hoop problemen met de financiering zoals die zit tussen gemeente en landelijke overheid. Moet de gemeente investeren in de WMO of in de WIPKIP? Even heel plat gezegd. Dat is een van de problemen waar we nu mee zitten. Dus kijkend vanuit historisch perspectief en zeker vanuit het perspectief van 50 jaar kostenbeheersingsbeleid, dan zijn we nu op een redelijk moment aangeland voor wat betreft de cure. Maar de langdurige zorg hebben we nog een aardige wereld te construeren. Oké, dankjewel. Dan een vraag aan jullie beiden. Jullie beschrijven eigenlijk beide in jullie boek dat jullie het huidige systeem van marktwerking zien als een hybride systeem. Kunnen jullie dat toelichten? Hans, aan jou? Ja, ik denk dat het inderdaad een veel complexer systeem is dan het in de stukken vaak wordt beschreven. In aanvulling op wat ik allemaal vandaag gehoord heb en waar ik het ook wel mee eens ben, zou ik toch ook willen benadrukken dat een hervorming op papier toch een heel ander verhaal is dan de hervorming in de praktijk. En als je naar de praktijk kijkt, dan zie je ook gewoon dat heel veel dingen die vroeger ook al bestonden, eigenlijk zijn blijven voortbestaan of weer gewoon zijn hersteld. Neem bijvoorbeeld die bestuursakkoorden. Ja, dat is toch iets wat we al lang hadden en dat is ook weer in het nieuwe stelsel ingevoerd. Maar er zijn al tal van andere voorbeelden. Bijvoorbeeld verzekeraars budgetteren al lang weer. En selectieve contractering, dat stelt in de praktijk ook betrekkelijk weinig voor.
En wij zouden zelfs de stelling kunnen verdedigen dat er in de zorg veel minder concurrentie is dan vaak wordt aangenomen. Kijk alleen maar naar dat iedereen gecontracteerd wordt. En, kortom, er is een wereld van verschil tussen aan de ene kant de begrippen en aan de andere kant dus de werkelijkheid. En, en vooral ook het punt dus dat die concurrentie veel minder pregnant is dan vaak wordt aangenomen, misschien wel in de verzekeringsmarkt, maar kijk nu vooral even naar de aanbodkant. En er zijn natuurlijk ook nog wel sectoren waar wel veel concurrentie is. Dat is natuurlijk niet alleen maar een semantische kwestie, hè? Maar er is natuurlijk wel rivaliteit. En die rivaliteit is er altijd geweest en die zal er altijd blijven. Dat maakt ook overigens al die veranderingen waar jij zo straks over had. Hè, dus met jouw zorg op de juiste plaats en dat soort zaken. Vaak heel erg lastig. Maar volgens mij heeft het meer met rivaliteit te maken dan met concurrentie. En de doelen met gereguleerde concurrentie. Dus concurrentie op prijs en op kwaliteit. Ik zeg altijd maar zo, rivaliteit is onderdeel van concurrentie. Maar gereguleerde concurrentie, daar verstaan we eigenlijk veel meer dingen onder. Dus dat is eigenlijk wel een voor mij altijd een hele belangrijke waarneming. Tweede punt, en daar sluit ik ook wel aan bij wat hiervoor is gezegd. Zo'n systeem is ook in ontwikkeling. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de zorginkoop, dan zie je toch gewoon dat er een bepaalde ontwikkeling gaande is, waarbij langzamerhand verzekeraars er ook achter zijn gekomen dat je echt ook met de professionals moet samenwerken om dus dingen voor elkaar te krijgen. We hebben daar ook een aantal voorbeelden van gegeven in het boek. En ik vind bijvoorbeeld ook Bernhoven, dat ziekenhuis, dat vind ik een heel, heel mooi voorbeeld. Maar wat daar ook belangrijk was, was dat de directeur zei van, wij moeten de verzekeraar niet zien als de vijand. Wat een beetje de cultuur is, maar als een partner die wij moeten meenemen dus in veranderingsprocessen. Dat levert natuurlijk wel een bepaalde spanning op tussen die twee partijen, want ze hebben natuurlijk ook wel verschillende belangen. Maar ik denk dat ze het gewoon samen moeten doen. Dus ik ben het eens met de stelling dat de professionals meer in het centrum moeten komen te staan. Ik denk dat in de papieren, zoals die vroeger geschreven werden, van de verzekeraars vooral de grote veranderingskracht werden toegedicht. Ik denk dat ze het samen moeten doen. Maar samen betekent ook gewoon dat de zorgprofessionals naar de verzekeraars toe moeten. Vooral de grote verzekeraars hebben daar een belangrijke rol te spelen om veranderingen van de grond te krijgen. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt wat ik zou willen benadrukken. Oké, dankjewel. Karel Peter? Ten eerste wordt de rol van de overheid denk ik toch onderschat in deze, want we hebben altijd nog een plafond, een macrobudget in dit land, voor zoveel waaronder curatieve zorg en langdurige zorg valt. Tot voor kort heet dat budgetair kader zorg. Daaronder vielen per sector macroprestatiebudgetten en die golden feitelijk als leidraad. En dat staat haaks op zogenaamde marktwerking en concurrentie, namelijk overheidsbudgetering. Daarnaast staat de dagelijkse praktijk, zowel in de langdurige zorg als in de cure, van zorgkantoren, zorgverzekeraars moeten contracteren. Hoe overbrug je dat? Spanning tussen macroniveau en microniveau. Daar hebben we in Nederland al decennia, zeker van na de Tweede Wereldoorlog, een perfect systeem voor. Dat zijn inderdaad de zorgakkoorden, in welke vorm, in welke tijd dan ook. Maar op enig moment ontstaat er spanning tussen de tarieven die aan zorgaanbieders, bijvoorbeeld specialisten of huisartsen, worden berekend, en vooral ook het tariefsysteem. Dat vinden ze op een gegeven moment weinig. Dan komen ze in opstand. We hebben in 1964 een gigantische huisartsenconflict gehad. In 1988 specialistenconflict. De huisartsen zijn nog steeds ontevreden. Maar die kloof tussen macro en micro, die wordt in Nederland overbrugd door die zorgakkoorden, waarin afspraken worden gemaakt over tariefsystemen, over kwaliteit, over nu dus de juiste zorg op de juiste plaats, et cetera. Dus die overbrugging is in ons stelsel fundamenteel. En ik denk veel fundamenteeler dan ideeën over marktwerking. Want dat marktwerking, nogmaals, het zijn verhoudingen tussen overheid en veldpartijen. En dat wordt steeds opnieuw gekalibreerd. Ja, oké. Dankjewel. Het is al een paar keer een klein beetje zijdelings aan bod gekomen. Maar ik wil toch een vraag stellen over COVID. Hè. Hoe verhoudt zich het systeem van marktwerking tot een pandemie als waar we nu in zitten? Is het systeem echt houdbaar? Of zouden we naar een systeem moeten, twee zuilen systeem, eentje voor de reguliere zorg en eentje voor pandemieën?
Hebben jullie daar ideeën over? Nou, ik zou willen zeggen, om te beginnen dus, dat die marktwerking of dat systeem van gereguleerde marktwerking eigenlijk een systeem is dat volgens mij alleen maar goed functioneert onder normale omstandigheden. En COVID betekent gewoon dat we geen normale omstandigheid meer hadden. En wat je ook ziet is, er zijn allerlei beslissingen genomen, hoeven we hier niet te noemen, en die eigenlijk gewoon een groot deel van het systeem buiten werking hebben gesteld. Productieafspraken en zo, dat is een raar verhaal geworden in tijden van COVID. Wat dat betreft moeten we vaststellen dus dat het systeem niet echt goed functioneert zoals het beoogd is te functioneren in tijden van een grote gezondheidscrisis. Ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk punt is. Tegelijkertijd worden er dus wel allerlei dingen beslist die ook maken dat het gewoon blijft doorfunctioneren. Dus dat is wel heel knap, vind ik eigenlijk. Maar de vraag is natuurlijk ook gewoon van wat betreft de toekomst. Hè? Nou ja, bijvoorbeeld op dit moment is het zo dus dat er heel veel gesproken wordt over een schil, over het achter de hand houden van reservecapaciteit, misschien zelfs aparte ziekenhuizen die we open moeten houden of althans ingericht moeten houden voor het geval dat het weer is gebeurd. En de kans erop, zeggen epidemiologen of virologen altijd, van die is niet klein. Ik denk dat daar bijvoorbeeld een hele duidelijk sturende rol voor de overheid is weggelegd. Dan kan je niet van bijvoorbeeld de huidige partijen en de verzekeraars verwachten. Daar moet sturend worden opgetreden. Dus daar zie ik gewoon onder meer een belangrijke rol voor de overheid in de toekomst weggelegd. Die moet dat organiseren. Want dat kunnen de veldpartijen zelf niet alleen af. En dat is voor mij wel een belangrijke les van deze crisis. Dat het systeem eigenlijk alleen functioneert onder normale omstandigheden. Maar als er hele buitengewone omstandigheden komen, dat dan het systeem zich wel aanpast. Maar dat dan de aanpassing die nodig is om de volgende keer niet in zo'n grote crisis te komen, toch echt overheidssturen vergt. Oké, Karel Peter, dat gezegd hebben, ben je het daarmee eens? En wat heb je vanuit de historie daarvan gezien? Hè? Wat die rol van die overheid is en hoe is die veranderd? En nou, hoe kijk jij nou aan? Hè? Waar we in Nederland altijd goed zijn geweest, is datgene wat we als preventie hadden. Om dat daar vooral op te bezuinigen en eigenlijk de nek om te draaien. We hadden ooit een Nationaal Preventiefonds. Dat was in feite alleen maar een soort subsidieinstituut. Het wordt twee zuilen gevallen. Ik denk dat je vanuit historisch perspectief een scheiding moet maken tussen de reguliere zorg en zorgen dat die niet verdrongen kan worden. Dat betekent dat je een tweede zuil nodig hebt vanuit de publieke gezondheidszorg. We hebben in Nederland ook een traditie gehad van de bevolking. De bescherming, bevolking, de BB die we vroeger hadden, dat was gewoon een groep die werd ingeschaald bij calamiteiten. Dat hebben we in 1994 afgeschaft, werd bezuinigd. We hebben nog steeds eigenlijk, en tot mijn stomme verbazing kwam ik van de week achter, het Korps Nationale Reserve. En dat is gewoon een groep vrijwilligers die optreedt als ondersteuning bij de landmacht. Het is misschien ook nog een idee voor de toekomst om eens te kijken naar een nationaal zorgkorps. We hebben leegstaande gebouwen en kunnen we een groep krijgen die in staat is om in geval van calamiteit, net zoals bij het Korps Nationale Reserve, de zorg te ondersteunen. Maar dat dan ook in stand te houden en niet weer weg te bezuinigen. Oké, dankjewel. Ik zie dat het bijna tijd is. Ik heb nog een laatste vraag eigenlijk voor Hans. Misschien kun je kort van, waarom hebben jullie eigenlijk dit boek geschreven? De belangrijkste aanleiding was eigenlijk dat wij... Kijk, het buitenland heeft heel veel belangstelling voor ons. En heel veel geschriften over Nederland en dus over de gereguleerde marktwerking waren eigenlijk hele algemene beschouwingen. En wij dachten dat het wel eens heel goed zou zijn om eens gewoon te kijken van hoe het systeem nu in de praktijk werkt, hoe het zich geëvolueerd heeft in de loop van de tijd.
Dus we hebben het niet alleen voor de Nederlanders geschreven, maar vooral ook voor de buitenlanders. En daarom hebben we het ook in het Engels geschreven. Zodat ze dus iets kunnen leren van de ontwikkelingen, de lessen, de evolutie. Zoals die zich in Nederland heeft voorgedaan en waar we allemaal tegen aangelopen zijn. En de uitdagingen die er allemaal mee verbonden zijn. Dus we hebben eigenlijk een dubbele doelstelling. Ook voor Nederland. Van nou, nog eens heel goed op een rijtje proberen te zeggen. Wat is er nu de afgelopen periode gebeurd? Hoe heeft het systeem zich ontwikkeld? Maar ook voor de buitenlanders van, kijk, je hebt die hele simpele verhalen die je ook vaak, vind ik, in economische geschriften vindt over Nederland. En je hebt ook een praktijk. En die praktijk is anders dan wat die simpele verhalen. En die brug hebben wij proberen te slaan. Dus we hopen dus dat ze er veel van leren. Ja, nou, volgens mij zijn jullie daar heel mooi in geslaagd met een heel mooi boek. Ik wil graag het woord nog heel even geven aan Patrick. Kun je nog een korte reflectie geven op deze middag? Ja, nou ja, volgens mij is er heel veel voorbij gekomen. Heel veel herkenning. Ik hoop natuurlijk dat het debat hier niet bij stopt, maar in zekere zin ook weer begint. Want volgens mij is er veel nodig van transformatie. Ja, en voor de rest wil ik nu vooral iedereen heel hartelijk bedanken. Dus de mensen die weer op hun zolderkamer achter Zoom of ergens achter zijn gekropen. Natuurlijk directeur-generaal van VWS voor het ontvangst nemen van het boek. En Joseph Figueras en Ewout voor het mogelijk maken van het boek. En jullie, Gert en Simone, voor het, voor het mogelijk maken van deze middag. En natuurlijk Karel, Peter en Hans voor de prettige samenwerking. Dankjewel. Gert, wil jij nog wat toevoegen? Ik denk dat we dan aangekomen zijn op het moment dat ons nog één ding te doen staat. En dat is jullie te wijzen op een volgende datum, 11 mei 2022. Waarbij we hopen een fysiek congres, of het deel wat we vandaag niet gehad hebben, nog even te doen. We houden jullie daarover op de hoogte. En erg bedankt voor jullie deelname. En dan sluit ik hierbij dit webinar af. Dank u wel. Hartelijk dank. Zo.